Hoi lief allemaal, welkom bij deze trailer. Het is de volle maan reading. Voor de volle maan 19 februari en hij is vol om 16:53. En deze reading is speciaal voor mannen. En ik heb hem deze reading na die van vrouwen gemaakt. En wat ben ik blij met wat eruit is gekomen. En ik hoop echt dat het ook hiermee wordt bereikt dat de kloof tussen man en vrouw gedicht wordt. Veel meer gedicht wordt. En dat we gaan beseffen dat ook de man heel graag wil liefhebben. En dat vrouwen ook daarvan zich veel meer bewust mogen worden. Dat ook de man heel graag die deur naar die liefde wil openen. Het ligt op het bewustzijn. Maar dat we zowel man en vrouw vaak niet precies weten hoe. En dat we vaak de dingen doen zoals we altijd hebben gedaan. En met dus het resultaat wat we altijd wel hebben gehad. En als het niet zo'n fijn resultaat is, dan durven we het wellicht niet meer aan. En dan gaan we ons, en zeker ook mannen, gaan zich dan meer richten op iets anders waar ze dan wel die waardering uithalen. Deze reading geeft heel mooi weer in wat voor modus mannen schieten als het in de liefde niet helemaal naar wens verloopt. En deze reading zegt ook hoe je kansen kunt als man ook kunt vergroten om een mooie resultaat te behalen. En die sleutel eigenlijk te vinden. Kijk, hier die sleutel te vinden naar die romantiek. Als we allebei weten hoe, dan gaat het beter lukken. Voor deze trailer wil ik ook nog wel eens even, heb ik bij de vrouwen trailer ook gedaan, nog even kijken of ik heb deze al uit deze set heb ik er al twee liggen. Echt heel frappant waren. Maar voor deze trailer zou ik toch graag ook nog een extra boodschap willen. Ja. Geweldig. Volhouden. Volhouden. Dus geef niet op. Ook niet voor de mannen. Houd vol om jouw ware geliefde aan te kunnen trekken. Deze vrouw, die wil je aantrekken. Die vrouw met het hart op de goede plaats. Die liefdevolle vrouw. Die vrouw die gek is met zichzelf. Die van zichzelf houdt en liefdevol is. Die wil je aantrekken. Dat was voor jou ook de leidraad. Volhouden. 47. Uithouding. Het kost tijd. Om een liefdevolle relatie te scheppen, dat kost tijd. En heeft het ook met jou, heeft het te maken met, wil je volhouden om er iets moois van te maken? Dus boodschap voor de relatie is, je zit in een relatie of vraagt je af of een harmonieuze relatie de test van de tijd kan doorstaan. In goede en slechte tijden, bij ups en downs en zelfs bij spanning, maak je er los van en vernieuw jezelf door opnieuw te groeien. Je wordt verlost door de kracht van regeneratie. Eensgezindheid betekent niet dat er nooit een verkeerd woord zal vallen, maar het betekent dat de relatie al lange tijd stand houdt en dat jullie toegewijd zijn om het samen helemaal eens te worden. Er kan een nieuw hoofdstuk worden geschreven. Jullie kunnen tot overeenstemming komen en de liefde blijft bestaan. Luister naar je hart. Is dat niet prachtig?
Ja, zelf voel ik even bij deze zin. Er kan een nieuw hoofdstuk. Even kijken. Jullie kunnen het tot overeen. Nee, wacht even. Toegewijd zijn om het samen helemaal eens te worden. Nou, je hoeft het niet samen helemaal altijd maar helemaal eens te worden. Je mag, het is ook heel goed om die verschillen van elkaar te accepteren zonder dat je het helemaal eens bent met elkaar. Maar wat deze kaart wel heel erg goed zegt, is dat je dat volhouden toch ook heel erg belangrijk is. En dat is ook in een beginnende liefde volhouden. En moeite nemen om elkaar te leren kennen. Dat zei deze toch ook wel. En daar gaat ook de rest van de reading over. Hij is echt heel bijzonder. Samen met die van vrouwen. En ik wens jullie heel veel kijkplezier. En vooral hoop ik natuurlijk dat je er veel voor jezelf gaat uithalen. En dat de kloof tussen man en vrouw wordt gedicht. Meer wordt gedicht. Als je de video gaat aanschaffen in mijn webshop, wil je dan alsjeblieft goed de gebruiksaanwijzing eerst lezen. En mocht er dan toch iets misgaan, wil je dan alsjeblieft mij een mailtje sturen. Want dan kunnen we het gelijk oplossen. Als je het hebt betaald, wordt er sowieso altijd naar een oplossing gezocht. Er kan namelijk ook in de mailverkeer iets niet goed zitten. Dus bij problemen altijd contact opnemen. Je hebt ervoor betaald, dus het moet gewoon goed zijn. Klaar. Oké. Als je besluit om zowel de mannenreading als de vrouwenreading te bestellen, dan doe je me een groot plezier om dat dan samen te bestellen. Om beide video's in één actie te bestellen. Want dat scheelt ideal kosten. En op zo'n klein bedrag is dat toch wel zonde als het twee keer betaald moet worden. En dan dank ik je heel erg voor het meedenken en voor je medewerking. Sowieso dank voor de support. Heel veel liefs en tot de volgende keer. Bye.